dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga weer kringlopen en ik ga jullie gezellig meenemen. Ik heb er heel erg veel zin in. Dus ik terug ben van vakantie, vind ik het gewoon helemaal lekker om in de herfstsfeer te komen. En ik heb dus even gekeken, goh, want ja, ik heb dus mijn kledingkast opgeruimd. Oké, ik ga een beetje van hak op de tak. Die video staat al online of komt komende video online. En ik heb best wel veel weggedaan en nu wil ik dus even kijken naar nieuwe herfstitems voor in mijn kledingkast. Dus ik heb ook even op Vinted al gekeken, op Pinterest, wat wil ik. En ik heb dus even een lijstje gemaakt en daarvoor ga ik op zoek in de kringloop. Ik ga naar Apeldoorn, ik woon zelf in Rijssen, dus het is, nou ja, wat is het? 40 minuutjes rijden. Maar ik dacht, weet je, combineren we het lekker met de TK Maxx. Misschien ga ik daar ook nog wel filmen voor een aparte video. We gaan het allemaal meemaken. Ik ga er gewoon een lekker dagje van maken. Ik ben nog vrij deze week, dus helemaal zin in. Heb jij zin in deze kringloopvideo? En ben je benieuwd wat ik allemaal ga kringlopen? Blijf dan even kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En abonneer op mijn kanaal, is geheel gratis. En dan gaan we snel naar de kringloop toe. Ik heb dus een paar dagen geleden ook al gekringloopt en ik heb daar best wel veel gehaald. Dus ik zal dat aan het einde van de video ook laten zien. Dus wat ik van de afgelopen dagen heb gescoord en wat ik wellicht vandaag ga scoren. Allemaal aan het einde van de video als shopblog. Oké, ik heb hier dus een lijstje met wat ik nog wil. Bijvoorbeeld zo'n pakje vind ik wel echt super leuk voor de herfst ook. En zo'n lantaarn voor een kaarsje in buiten. Ik wil dit een beetje namaken bij de deur. Dat vind ik echt heel leuk voor straks de herfst. Dus zo'n lantaarn lijkt me wel heel leuk. Dus we gaan gewoon kijken wat we tegenkomen. Oké, er zijn dus heel veel kringlopen in Apeldoorn. En ik ben al een keer eerder geweest. En de best beoordeelde is deze. Dus hier ga ik als allereerst heen. Nou, de allereerste. Oké, het is mega groot. En lekker rustig. Dus ik ga lekker gewoon beginnen bij het kleingoed. Want dat vind ik ook altijd heel leuk. Niet per se wel nodig, maar ik kijk er wel altijd. Ik ben benieuwd naar de prijzen hier. Bijvoorbeeld dit. 95 cent. Prima prijsje. Als je een kleurrijk interieur hebt. Hoe cute is dit kannetje. 95 cent. Ik kijk ook even altijd bij de diepe borden en de grote pizza borden. Dit is met blaadjes. Op zich wel grappig. Ook een mooi bord. Beetje beige. €1,25. Dit is ook echt heel vrolijk. En hier allemaal kleur, mokken. Als je van zilver houdt, zie ik hier wel heel veel zilveren items. Hier ook van die zilveren kandelaren. Dit is echt van vroeger, die dolfijnen. Echt grappig. Best een schattig schaaltje. Maar €8 vind ik wel vrij duur. Die mand is ook heel leuk. Het is echt heel veel. Ik weet niet waar ik moet kijken, maar het ziet er wel echt heel mooi uit. Hier, €7,50 voor een spiegel. €1,95. Op zich wel goede prijzen. Die beige ronde spiegel is ook leuk. Hier is nog kristal. Kijk, leuke hoekjes. Hier is allemaal kleding. Daar ga ik zo heen. Want ja, daar heb ik echt zin in. Maar ik ga eerst nog heel veel bij het kleingoed kijken. Oh mijn god, deze is heel cute. Oh, deze is heel leuk. Maar er is er maar eentje. Ik zie daar ook een, maar die is donkerblauw. Wacht, ik zet ze even bij elkaar. Zo cute. Heel leuk, maar er staan geen prijzen hierop. Dus geen idee hoe duur die is. Dit is ook een mooie schaal. Voor €1,95.
Deze is een beetje rozig. Ook gaaf. Kun je een kaars in doen. Dit is ook een mooi champagneglas. Die loopt wat ronder aan de bovenkant. Maar er is er maar eentje van. Maar die is wel heel tof. Ik zie hier ook een gave. Met een gave poot. Oh, hier. 60 cent. Het is niet duur. Oké, ik zie hier allemaal boeken. Daar ga ik op het einde even kijken. Ik ga nu lekker naar de kleding. Het is hier wel echt heel mooi. Hier, ik zie al riemen. 3,50. Mooie riem. Vind ik dit... Oké, ik heb natuurlijk een missie. En dat hebben jullie gezien in mijn notities. Deze zijn leuk. Staat ook geen prijs op. Staat dat hier niet voor of zo? Nee, geen idee. Maar leuke oorbellen. Ik ga lekker op zoek naar kleren. Kijk alleen al hoe cute dit pashokje is. Oké. Let's go. Oeh. Mooi sjaal. Oké, niet dat ik dit mooi vind, maar dit is bijvoorbeeld Daily Paper. En ik ben benieuwd hoe duur dit dan is. €22,50. Oké, op zich wel wat aan de prijs, maar... Oeh, dit is wel een goede basic trui. Oh, €40. Is dit een merk of zo? Wat is dit? Blue Drake & Co. Ik ken het niet, maar oké, dat vind ik te duur. Blazer. Volgens mij zit ik hier bij een merk. Ik ga even kijken naar... Niet merk. Oké, ik zie hier wat blouses. Dit is bijvoorbeeld Zara. Benieuwd hoe duur die is. €5,50. Ik vind het wel een beetje prijzig voor de kleren. Maar goed. We blijven hoop houden. Het is ook niet helemaal mijn kleur, maar ja, ik blijf wel even tussen kijken. Dit is wel een mooi kort broekje, een linnen broekje. Het is alleen een XL, dus dat ga ik niet passen. En hij is van Shein. Hij kost €3,50, maar op zich een leuk broekje. Nee. Dit is een zwemkleding. Daar hoef ik niks van. Oeh, ik ben afgeleid. Dit is wel een beetje wat ik wil voor de herfst. Maar ik vind deze denk ik iets te. €17,50. Oeh, dit is ook wel een mooie kleur. €15. Oké, ik ga dit even passen. Van €15. Ik denk dat die iets te zakelijk is. Ja. Ja. Nee, die staat niet leuk. Vind ik. De schouders zijn ook iets te. Kleurtje vind ik wel grappig. Leuk voor de herfst. Maar nee, dit is hem niet. Oeh, hier zie ik ook broeken. Hier wil ik ook even tussen kijken. Kijk, zo'n kleur broek wil ik. Dit is waarschijnlijk veel te groot. Maar... Wel een beetje wat ik zoek. Maar goed, ik ga deze nog even aandoen. Veel te groot. Maar wel een heel leuk kleurtje. Oh, ik wil zo'n blazerkleur. Nu wil ik dit. Maar dan in een goede maat. Kijk, dit is natuurlijk veel en veel te groot. Maar die kleur. Met die blokjes. Dat is toch helemaal leuk. Maar goed. Ik verzuip erin. Maar goed, deze vind ik dus wel heel leuk. Alleen, dit ga ik echt niet passen bij mijn taille. Nee, die is echt veel te breed. Jammer. Het is ook een mooi kleurtje, maar ook veel te breed voor mij. Het is natuurlijk ook mannenafdeling dit. Maar goed, je weet het niet. Oeh, deze ziet er al wat strakker uit. Even hier kijken. Dit is maatje M.
ook mannen. Kijk, ik wil nog wel een zippertrui. Dus met zo'n rits. Maar dit is gewoon niet het. Maar zoiets zoek ik nog wel. Maar oké, ik heb alles gehad. We gaan door naar de andere kant. Kijk, ik zie een trench-achtig. 6,50. Oh, dat vind ik niet veel. Maar goed, dit is niet helemaal wat ik zoek. Maar ik vind het wel leuk als je hem kort knipt bijvoorbeeld. Zo'n cropped trench. Ik zie hier nog een leren bruine jas. Dat wil ik nog wel. Maar vind ik deze denk ik ook niet zo mooi. Nee. Oké, ik zie hier een grijze broek. Geen idee of die leuk is. Het is te koop als set. Er zit ook een blazer bij. Ik ga hem gewoon even passen. Die kant heb ik gehad. Ga ik nu hier kijken. Of ik wat leuks vind. Ik zie hier wel een goede sporttop. Maar dat heb ik niet nodig. Dus die gaat weg. Ik zie hier weer een item van de Zara. Een jurkje voor 7,50. En ik zag een blouse van Lovies. Maatje S. Maar die is ook 5,50 euro. Maar goed, niet helemaal mijn ding. Misschien is er nog een leuke broek. Kijk, zo'n broek. Dit is top. Maar dan vind ik die bovenkant niet mooi. Wat is dit? Oh, dit is kort. Gewoon zo'n broek, zo'n kleur vind ik echt leuk. Maar dit is allemaal veel te groot. Hier een witte. Denk ook te groot. Ja, dit is wel een mooie herfstkleur. Alleen ook weer veel te groot. Volgens mij zit ik bij de grote maten. Oké, en ik heb nog een hardloopbroekje gevonden. En dat zoek ik nog. Alleen dit is een maat S. En ik heb een M. Maar ik ga hem wel even passen. Voor de rest heb ik niks gevonden bij de kleding helaas. Dus ik ga dit even passen. Ik heb alles bekeken. En echt stuk voor stuk. Het is moeilijk om dan te filmen. Want er was geen plateau waar je je camera op kon zetten. Bij sommige kringloop kun je op de kledingrekken het zo opzetten. Maar goed, ik heb twee dingen gevonden. Dit broekje dus. En dit setje. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Je weet het niet. We gaan het gewoon passen. Niet verder gevonden wat ik zocht in mijn lijst. Maar er zijn nog veel meer kringlopen waar we heen kunnen gaan. Dus ga het even passen. Ja, dit kan echt niet. Dit is precies wat ik dacht. Veel te strak. Ik heb echt een M nodig. Ik heb er ook zo'n huidskleurig broekje onder mijn rok. Die heb ik even nog aangelaten, maar oh, nee, deze gaat gelijk weer uit. Oké, ik heb de broek aan en die zit weer veel te groot. Hij zakt echt af. Het is veel te groot. Dus nee, dit is hem ook niet. En qua lengte vind ik hem ook niet mooi. Ik vind het wel mooi als ze echt veel langer valt. Dus deze ga ik ook niet aandoen, want dit is een set. Ik ga nog even bij de boeken kijken en misschien nog Harry Potter. Want ik ben dus begonnen met sparen van Harry Potter boeken. Want die wil ik lezen. Misschien hebben ze dat hier. Dus daar ga ik nog naar kijken en dan gaan we naar de tweede kringloop. Volgens mij is er geen één kringloop die deze niet verkoopt. Ik zie deze altijd. Op de valreep nog één ding gevonden. Dus dat laat ik zien als ik thuis ben. Ik vind dit echt een hele mooie kringloop. Goede prijzen wel. Kleding wel iets duurder vind ik. Maar heel netjes en geordend. Net een winkel. We gaan op naar kringloop 2. We zijn bij Rataplan. Grappige spiegel is dit. Oké, wederom eerst weer even kijken bij het kleingoed. Nou, het eerste kerstdingetje gevonden. 50 cent. Dit wijnrekje is oprecht leuk. €2,99. En zoiets zag ik laatst op Pinterest, maar dan groter. En dat je er dan een bloem in doet. Maar goed, deze is dan te klein. Maar wel een grappig idee om zo'n bloem erin te doen. Hé, hey, deze heb ik. Deze komt van de Karwei. Deze is best wel nieuw. €2,50. Grappig. Hey, dit is van Blond Amsterdam, toch? Voor sushi. €8. Nou, wel heel leuk. Maar ik heb het niet nodig. Maar
als je Blond Amsterdam verzamelt. Rattenplan Apeldoorn. Ik zie hier iets met citroenen. Dat is natuurlijk helemaal in. 2,50. Dit zijn oprecht wel gave borden. Dat zien jullie natuurlijk heel veel. En dan wit. Dan heb je 6 stuks. Er staat alleen geen prijs op. Misschien op de onderste, maar ja, wel grappig. Verder zie ik nog niet echt wat noemenswaardig. Maar goed, wellicht komt dat nog. Het is wel lekker rustig. Dat is op zich wel lekker. Oké. Tweede kerstitem gespot. Het is best leuk om dan oranje tulpen in te doen of zo. 2,50. Ik zag laatst een afbeelding op Pinterest. En dat was met zo'n glas. En ik zag daar volgens mij net nog één. En dan kun je echt leuk een kaarsje in doen voor de herfst. Ik ga hem even zoeken. Oké, ik heb hem. Maar dit is natuurlijk wel heel anders. Maar zo'n hoogteverschil is helemaal een ding nu. Met glas. Maar goed, dit is niet wat ik zocht. Het moet wel precies dezelfde zijn. Deze heeft een grijze voet. Daar zijn er 2 van. En het glas is hier allemaal 50 cent per stuk. Hier. Wat is dit, joh? Zo geverfd. Als wij een grotere tuin hadden, had ik sowieso een vuurkorf willen hebben. Zo leuk. Nou, de boekenplanken, die zijn heel erg leeg. Ik denk dat ze daarmee bezig zijn. Maar goed, wat er staat, daar ga ik nog wel even tussen kijken. Nou, ik ga lekker bij de kleren kijken. En ik zie hier in het magazijn ook kerstdingen. Maar goed, daarvoor komen we niet. We gaan eens even kijken. Ik heb nog niks gevonden. Dit vind ik oprecht een leuk jurkje. Voor de zomer. Ik heb alleen echt geen jurkjes nodig. Maar echt heel leuk, zo'n losse. Die is 6 euro. Weer een jurk, wel een hele lange. Vind ik ook wel wat hebben. Weer panter. Ik zit een beetje bij de panterprint. Nee. Oké, ik heb nu net bij de broekjes gekeken voor sporten. En ik zag deze. Maar ook dit is een S, dus dat ga ik niet passen. En voor de rest zat er niks tussen. Dus helaas. Goede kleur, goede broek, maar veel te groot helaas. Nou, ik wilde bijna de hoop opgeven. Zie ik me toch een partijtje mooie broeken. Dus die ga ik zeker zo allemaal passen. En dan neem ik jullie even mee in dat proces. Maar ik zit nog heel veel hier te kijken. Want ik zoek eigenlijk nog een zwarte mom jeans. Ik heb daar wel wat broeken in gedaan. Geen idee of het gaat staan of passen. Maar je weet het niet. Wat is dit? Oh, het valt. Oké, ik heb hier een broek. Er staat alleen niet in welke maat en zo. Gaat gewoon passen. Moet toch passen. Hier, ik zie een leren broek van de Zara. Maat S. Dit is natuurlijk weer helemaal een trend straks in de herfst. Leer. Dus, ja. Oeh. Oh, dit is een korte. Of nou ja, niet zo'n hele lange. Ik vind zo'n hele lange wel mooi. Maar, nee, jammer. Wat voor een leuk glitterbroekie. Oh, dit is wel fun. Oké, ik heb een heleboel en alleen maar broeken. Hoe dan? Normaal vind ik daar echt nooit wat. Ik heb een zwarte mom jeans. Ik heb hier zo'n lange wijde broek van Most Wanted. Hier een soort linnenbroek. Een Zara boyfriend jeans. Nou, we gaan het allemaal even passen. Het is een beetje donker hier. Misschien dat ik hiernaast even naar de spiegel loop. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volgens mij 8 broeken. Let's go. Nou, eerste broek is al veel. Dit is zo'n Most Wanted broek. Maat M. Nou, het is vreselijk. Het tekent ook echt enorm. En niet wijd.
Dus nee joh, deze gaat uit. Maar goed dat ik zo'n huidskleurig broekje onder mijn rok aan heb. Deze krijg ik niet aan. Maat 38. Nou, gaat lekker. Volgende. Dit is ook de grootste grap ooit. Zo'n ballonbroek. Ik dacht, het is gewoon een linnenbroek. Maar het is een ballonlinnenbroek. Oh, wat erg. Deze gaat ook weer uit. Er zit wel goed, maar... Ja, ik hou hier niet van, joh. Nee. Oké, door naar maat 40 van de Zara. Maar die ziet er wel wat kleiner uit. Dus ik denk dat ik die wel pas. Maar goed, ik durf het niet te hard te zeggen meer. Nou, deze pas ik wel. Hij zit echt super lekker. Ik ben alleen niet van de skinny. Maar hij past wel echt perfect. Hij zit ook heel lekker stretch. Valt ook wel iets hoger. En de onderkant zit ook goed. Alleen, ja, ik ben niet zo van de skinny. Misschien met een hele grote trui. Maar ik weet toch dat ik het niet ga aandoen. Skinny broeken. Dus deze gaat ook uit. Maar hij zit wel echt mega goed en mega lekker. Dus ja. Volgende. Dan heb ik de zwarte pantalon aan. En die zit ook goed. Alleen, ik had verwacht dat het zo'n lange was, weet je wel. Die over je voeten heen gaan. Dit is een te nette pantalon voor mij. Dus die gaat ook uit. Kijk, dit is wel een wijde loose fit broek. Maar ja, maat 36, wie hou ik voor de gek? Dat ga ik niet passen. Nog wel heel mooi zwart. Nou, ik heb de gouden glitter hysterische broek aan. Mocht voor mij ook wel wat wijder vallen. Dus, nou, ik heb nu een chill legging aan voor thuis. En die neem ik wel mee. Die zit echt heel erg lekker. Ook lekker high waist. Ik had altijd een zwarte gewoon chill legging voor thuis. Maar daar heb ik toen in geklust. Dus er zit allemaal verf in. En nu zag ik deze. En die zit echt perfect. Dus lekker met een grote hoodie, pantoffeltjes aan, B&B kijken, thuis, chill. Dus deze neem ik mee, lekker. Gaat ook niet dicht. En hij, qua lengte was hij wel lang. Maar ook te strak hier, dus nee, niet wat ik zoek. Nou, wat een flop. Ik vond het eigenlijk wel mooi geweest. Het is bloedheet, 27 graden. Ik ga lekker een ijskoffietje halen naar de TK Maxx. Maar ik heb natuurlijk twee dingen vandaag gehad. Het viel vandaag echt een beetje tegen. Dus dat helpt ook niet mee. Mijn vorige dagen dat ik naar de kringloop ging, heb ik wel veel gescoord. Maar niet kleding, maar gewoon leuke dingetjes. Dat laat ik eerst even zien wat ik toen heb gescoord. En daarna kom ik terug met wat ik nu heb gescoord. Oké, ik ben dus net terug. Bloedheet. Het is vandaag weer een warme dag in Nederland. En ik doe even mijn haar vast. En mijn bril op, want dan zie ik weer wat. Oké, het allereerste item wat ik wil laten zien is dit. En waarschijnlijk denk je, wat is dit? Wat moet je hiermee? Oké, random. Maar dat klopt. Volgens mij is het gewoon een soort tafelkleedje of een... Ja, misschien wel een theedoek. Grote theedoek. Ik weet het niet. Het heeft wel een beetje het gevoel van een theedoek. Maar daarvoor ga ik het niet gebruiken. Ik heb namelijk in onze keuken heb ik van die houten planken. En elk seizoen, uiteraard. Ik heb er nu een kookboek staan met een boekenhouder. En daar heb ik van Wille en Camille van die citroenen. Ja, zo'n placemat is het eigenlijk. Heb ik daar zo'n beetje neergezet ter decoratie voor de zomer. Nou, en nu zag ik dus dit printje en ik dacht, dit vind ik helemaal lenteprint. Het heeft een beetje dat roze, lila, groen. Helemaal een lenteprintje vind ik dit. Het past ook heel erg goed bij de kleuren voor in het interieur dan. Dus ja, ik zag dit en toen dacht, moest ik daaraan denken. Toen dacht ik, hoe leuk om met de lente dan deze daar zo te decoreren. Deze kost €3,99 en ja, deze komt van het Goed in Deventer. Ik ben er heel blij mee. Het volgende item zijn boeken. Als je me al wat langer volgt, weet je dat ik elke avond lees. Ik vind het gewoon een heel fijn momentje om lekker tot rust te komen. Even niet op scherpjes te zitten en ik kan zo in een verhaal zitten. Ik vind dat echt heel fijn. En nu eigenlijk elk boek wat ik lees, verkoop ik of doneer ik weer naar de kringloop.
En behalve de klassiekers. Ik heb alleen de klassiekers en dan heb ik ook alle delen daarvan. Zoals voor mij The Hunger Games, Divergent, die reeks, Vampire Diaries, even denken, Twilight. Nou ja, zo heb ik nog wel iets meer van die klassiekers. Ik vind dat gewoon hele goede boeken. En nu heb ik bijvoorbeeld met The Hunger Games als mijn favoriete film. Dat boek vind ik beter dan de film. Goed, lange introductie, maar nu zag ik Harry Potter boeken bij de kringloop. En Sander en ik zijn echt gek op Harry Potter. Wij kijken dat best wel vaak, maar ik heb helemaal geen Harry Potter boek. Nu ben ik heel erg benieuwd of het boek beter is of misschien even goed als de film. We gaan het meemaken. Vanaf nu wil ik ook de Harry Potter boeken in mijn collectie. En nu zag ik dus de allereerste deel, Harry Potter en de Steen der Wijzen. En deze zag er echt nog heel goed uit. Hij is dus geleverd in week 32, dus hij is echt net binnen. Hij was €4,50. En ja, verder ziet hij gewoon nog heel erg goed uit, kaft en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik zag het allerlaatste deel en dan ook de hardcover. De film heeft zeg maar twee delen. Je hebt de Relieken van de Dood deel 1 en deel 2. En zo heb je dat natuurlijk ook in een boek. Maar dit boek heeft deel 1 en deel 2 al erin. Dus dat scheelt weer een los boek. Dus dat is wel heel chill. Deze is ook in week 32 gekomen. En deze kostte €25 nieuw. Maar ik heb hem dus voor €7,50. En ik zag dus ook dat er nog, grappig detail, een soort boekenleggetje in zit. Dus ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. Nou, het volgende item is dit. En ja, ik zag dit en ik dacht, oh, dit vind ik leuk voor in ons tuinhuisje. Om lekker zo te decoreren. Gewoon zo'n macramé dingetje. Het komt van het merk Gusta. Ik ken het zelf niet, maar hij ziet er echt nog heel erg mooi en schoon uit. Die ga ik lekker buiten neerzetten. Deze was €1,50. Dan heb ik nog een beetje in hetzelfde sfeertje. Deze vind ik ook leuk voor bij ons buiten. Hier kun je een kaars in doen voor €3,50. Leuk voor in ons tuinhuisje. Ik hou gewoon een beetje van dat Ibiza-vibeje. Ik heb nog een, ja, hoe noem je dit? Een metalen mandje gehad voor €0,50. Wij hebben namelijk een tuinslang voor de planten. En die tuinslang wil ik dan hierin opbergen. En dan kan ik dat steeds pakken uit de schuur. Dus dit komt heel erg goed uit voor de tuinslang. En dan heb ik nog drie van deze champagne glazen gehaald. Deze heb ik namelijk al meerdere van in mijn collectie. Dit zijn hele mooie kristalglazen. En hier drink ik altijd mijn champagne uit. Ik vind dit zo'n mooi glas. En ik zag er weer drie. En toen dacht ik, die ga ik toevoegen aan mijn collectie. Want nu ga ik mijn oude champagne glazen wegdoen. En dan heb ik alleen nog maar deze kristallen. Dus daar ben ik blij mee. Deze waren €2,50 per stuk. Kijk, ik heb nu hier mijn wijnglazen in diezelfde kristal. En dan zie je hierachter heb ik ook dus deze. En die kan ik dus nu aanvullen. Dus dan heb ik helemaal zo'n leuke set. En dan doe ik mijn oudere champagneglazen. Dat zijn deze. Die ga ik verkopen op de rommelmarkt. Want ik ga donderdag op de rommelmarkt staan. Dus deze gaan weg. En die ruil ik dus in voor mijn nieuwe. Nou, ik heb dus hier bij de Rattaplan voor €3 van de Only een legging gehaald. Kaartje zit er nog in, dus hij is nieuw, dus dat vind ik wel chill. En ja, dit is gewoon een chill legging voor thuis, een nieuwe. En hij ziet er ook echt nog heel mooi uit. Het is gewoon een zwarte, heel basic, heel simpel. En bij die Phoenix heb ik, ja, een kerstboek gehaald. Ik wil zo graag tijdens kerst een kerstboek lezen. En vorig jaar wilde ik er al een halen, een nieuw in de winkel. En toen dacht ik, nou, nee, ik heb nog genoeg boeken om te lezen. Maar toen zag ik deze voor €2 en toen dacht ik, oh ja, leuk. Kijk, dit is hem. Het is van Debbie Johnson, een kerstcadeau van het Duimcafé. Ik ken het zelf niet, maar ik heb de achterkant gelezen en het, ja, het is echt zo'n roman. Dus leuk voor tijdens kerst, die heb ik dus ook gehaald. En voor de rest heb ik niks gehaald, maar het was wel leuk om weer even te kijken. Qua kleding vind ik het echt heel erg moeilijk bij de kringloop. Dus misschien heb ik een andere keer geluk. Maar ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik ga lekker naar de TK Maxx kijken naar herfst en Halloween spulletjes. Of ze dat alweer hebben. Vorige keer wel al. Dus nu ga ik in Apeldoorn kijken. En in Enschede hadden ze het al wel. Dus ik ben benieuwd. Ben je benieuwd wat ze daar hebben? Check dan mijn kanaal. Want die video komt er nog aan. Daar ga ik ook filmen. Dus ja, bedankt. En tot de volgende video. Doei doei.